NDP-parlementariër Wendel Asadang van Brokopondo vraagt de regering om meer aandacht te geven aan de agrarische sector in het binnenland. Tijdens de openbare vergadering van afgelopen dinsdag adviseerde hij onder andere om de inkomsten uit de mijnbouwsector te herinvesteren in de landbouwsector. Volgens hem zijn er voldoende mogelijkheden in deze sector om binnenlandbewoners te voorzien van voedsel. Ik was laatst onder de markt, voorzitter, een klein voorbeeld. Chinese taier en gember komen uit Guyana. Is het geen schande voor ons als land? Dat wij zoveel groot hebben vruchtbaar land, dan importeren wij voedsel uit ons buurland. Daaraan sluitend, voorzitter, wil ik vragen via u aan de regering. LVV in het district Brokopondo is zoek. Ik was laatst in het gebied en ik sprak met die mensen en ze vragen van afdelingen, mensen in dienst. Er is geen afdelingshoofd van LVV in Brokopondo, regiohoofden, die zijn er niet. Waarom, via u voorzitter, waarom zijn die mensen, ik bedoel van huis uit zijn binnenlandbewoners, landbouwers. Asarang zei verder dat de regering moet stoppen met haar rol als verzorger. Het is juist van belang dat de mensen in het binnenland worden begeleid om zelf voorzienend te worden. Ik roep op, voorzitter, nogmaals, dat wij daarin gaan werken. Dat die mensen daadwerkelijk hun eigen voedsel verbouwen en een bijdrage leveren. En we moeten eigenlijk ervoor zorg dragen dat die instituten die nodig zijn om dit van de grond te krijgen, dat we daadwerkelijk daarin gaan investeren. Ik heb net een voorbeeld gegeven waar we geld kunnen gaan halen. En we kunnen dat geld eigenlijk daarin gaan investeren. Zodat wij zelf voorzienend bezig zijn. Maar aan de andere kant helpen we iedereen een beetje produceren. De voorzitter zegt het vaak. Wanneer je plant, dan weet je wat je eet. Dus ik wil via u, voorzitter, oproepen. Dat we het daarheen leiden. Dat we daadwerkelijk de agrarische productie ter hand gaan nemen. Nogmaals, voorzitter, het is heel belangrijk, we staan er niet bij stil, wat voor potentie wij als land hebben. Maar we moeten het gaan benutten. NDP-parlementariër Wendel Asadang afgelopen dinsdag in het parlement. Hij is voorstander van de ordening van de kleinschalige mijnbouw. Volgens hem levert deze sector, in tegenstelling tot de multinationals, een enorme bijdrage aan de economie van Suriname. Daarnaast moeten inkomsten uit deze sector in de landbouw worden geïnvesteerd, zodat Suriname uit de crisis komt.